Aan het eind van de middag wordt duidelijk dat Marcia een verblijfsvergunning krijgt. Net als haar broertje en moeder. Het leidt tot emotionele reacties. Onder andere bij de pleegouders van Marcia, bij wie het meisje een aantal jaar in huis woonde om haar VWO-diploma te halen. Wat is er gebeurd? Er is een verblijfsvergunning afgegeven voor Claudio en Marcia en haar moeder. En de vader weet het nog niet precies wat er mag, maar in ieder geval mogen de kinderen er dan weer uit. En van wie heeft u dat gehoord? Zo net van Martine, van Defence for Children. Geweldig jongens, wat een goed nieuws is dit. Ja. Top, 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 top. Niet veel later stroomt het vol voor het detentiecentrum. Eigenlijk zou er gedemonstreerd worden, maar door het nieuws van de verblijfsvergunningen krijgt de bijeenkomst een andere wending. Dat is wachten tot de familie de poort uitkomt. We hadden gehoopt natuurlijk dat er iets zou gebeuren en dat de enorme aandacht die er geweest is er zou toe leiden dat er ook daadwerkelijk actie zou komen. Maar dat het ineens zo snel gegaan is vandaag, dat is echt onverwacht. Echt heel onverwacht. We hebben helemaal, ja, ik tenminste, ik heb helemaal geen contact met haar gehad en dat is echt heel vaag. Ja, ik denk dat pas landtas we er straks weer zien. Toch heeft de blijdschap een rauw randje, want de vader van het gezin heeft vooralsnog geen verblijfsvergunning gekregen. Ik ben echt heel blij dat de kinderen zo uit de gevangenis zijn, dat moest. Maar deze kinderen kunnen niet zonder hun vader. En als de vader alsnog uitgezet wordt, dan wordt het een drama. En na een paar uur wachten krijgt het publiek de mededeling dat het gezin, inclusief de vader, via een achteruitgang is vertrokken. Ze zijn weg, ja, inderdaad. Waar naartoe weten we niet. Wat zou je tegen haar zeggen? Dat ik van de hou en dat ik de mis. En dat ik gewoon wil dat ze thuis komt.